Ja, mooi nieuws. De nieuwe LinkedIn-layout is er. En langzaamaan wordt die uitgerold. Ik heb hem nog niet op mijn gewone account. Ik heb wel even een testaccount aan gemaakt waarop ik hem kan zien. En op die manier wil ik even graag de verschillen laten zien. Nou, home start op de nieuwe layout. Hetzelfde eigenlijk als op de bestaande layout. Je krijgt de tijdlijn te zien. Wat wel veranderd is, is dit stukje. Hier zie je normaal gesproken heel mooi 8 people future profile en 15 future post. En in de ander zie je dat aan de linkerkant. Nou, dat ziet er op zich netjes uit. Niks aan veranderd. Je kunt ook meteen een artikel, een foto of een update. Wat veranderd is, is de volgorde. En dat je hier voor write an article meteen kan klikken. En dat ziet er bij deze nog, nu het ziet eigenlijk een beetje ouderwets uit. Dus ik vind de nieuwe wel wat sexier eigenlijk, wat daar aan gaat. Wat verder veranderd is, het scrolt wat sneller. Dus het lijkt wel alsof de nieuwe layout in ieder geval sneller is. Nou, dan gaan we naar het tweede onderdeel, wat natuurlijk een belangrijk stukje is. Dat is het profiel. In de oude versie klik je op profile en dan kun je meteen je profiel editen. In de nieuwe versie klik je eerst op me, dan zeg je view profile. Dat is de enige manier. De andere manier is dat je vanaf de homepage zegt update your profile. Dan kom je eigenlijk op hetzelfde scherm. En dat ziet er een stukje beter uit. Je kan hier meteen onderdelen toevoegen. Werkervaring, education. En dat zit op zich. Ja, ik vind het een prettige layout. Wat ik opvallend vind, en er werd heel veel over gediscussieerd, over de rich media die toegevoegd werd aan werkervaring en samenvatting, dat die niet meer kon. Die kan wel degelijk nog steeds. Want ik kan dat hier gewoon toevoegen aan mijn werkervaring. Kan ik gewoon uploaden. Je kunt dus inderdaad gewoon nog steeds alles toevoegen. Periode wanneer je gewerkt hebt. En hier staat ook meteen don't update my network. Zo kan je dus ook bij dit soort wijzigingen dat apart aangeven. En dat zat bij de oude layout hier aan de rechterkant van Notify Your Network. En nu kun je dat gewoon per onderdeel wat je toevoegt kun je aangeven. Ik wil dit wel of niet delen. Op zich een vooruitgang. Wat is er verder veranderd aan het profiel? Ja, niet heel veel. Je kunt makkelijk background info toevoegen. Je kan hier de summary plaatsen. Met ook de uploads en de links. Vraag is of die net zo mooi gelayout kan worden. Kijk, je hebt wel wat meer scherm. Dus laat ik even testen of ik de summary die ik hier heb staan, met nogal wat toegevoegde items, of ik die daarin kan kopiëren. Ja hoor, dat pakt hij ook gewoon netjes. Dus ook daar kunnen we nog mooie speciale tekens toevoegen. Current position. Yes, test manager. En save. Nou, als ik nog meer wil zien, dan zie ik netjes hier de volledige. Dus daar is eigenlijk niks aan veranderd. En dan kan er nog mooi rich media aan toevoegen. Nou, de professional headline kan ik even kijken. Ja, die zal ik dan hier aanpassen. En de vraag is die groter geworden dan 120 tekens? Nee hoor, die is nog steeds 120 tekens. Dus daar is niks veranderd. Discard hem, yes. Dus dat is eigenlijk even voor het profiel. Kom ik uitgebreid nog later op terug. Het tweede onderdeel is My Network. Ja, dat is altijd een heel mooi stukje. Ja, daar gaan we verlaten. My Network, nou, dan krijg je al je connecties te zien. En dat zit in de nieuwe versie. My Network. Nou, die heeft niet zoveel connecties. Maar wel meteen overzicht over nieuwe uitnodigingen. Dat je alle uitnodigingen kan zien. Meteen weer hetgeen waarvan ik adviseer niet doen. Een mailadres toevoegen zodat die mensen gaat uitnodigen. Niet doen. Even kijken. Ga eens weg. Nou, hier zie je dan een overzicht van je netwerk. Dat ziet er hier eventjes wat beter uit. Meteen met een mooie message mogelijkheid. Andere manier waarop het gesorteerd gaat worden. Kijk, dit is eigenlijk de oude layout.
van alle contacts. En dit is de nieuwe layout. Ja, het zijn er nog niet zoveel. Het is een testaccount. Wat mij meteen opviel. Is dat. De meest gebruikte functie op LinkedIn is Who's Viewed Your Profile. Als ik daar op klik. Dat ziet er op deze manier uit. En ik kijk op deze. En dan moet ik. Even kijken. Vanaf home kan ik daar meteen naartoe. En dan klik ik daar meteen op. One profile view in the last 90 days. Dan ben ik alleen benieuwd hoe dit eruit gaat zien als er meer zijn. Maar ja, dat kan ik pas zien als mijn eigen account omgezet is. Eigenlijk, ja, bij de oude account was dat ook al mogelijk hoor. Dan had je hier natuurlijk de mogelijkheid. A people viewed your profile. Dus krijg je een beetje hetzelfde overzicht erin. Your updates. Hier. Uiteindelijk is dat wel weer te vinden. Kijk, daar komt een URL'tje. Dus als ik hier nu Alphenaar zou invoeren, dan zou ik de recent activity. Ja, dan kan ik de recente activiteit van een ander profiel zien. Nou, dit ziet er wel heel mooi uit. En volgens mij zul je dat ook vanaf. Ja, zie je, ik kan het hier meteen zien als ik het profiel van iemand anders bezoek. Dus pak even het profiel van Richard. En wat kan ik dan bij Richard zien? Zijn laatste post. En more post. En dit zijn zijn activiteiten. Dus dit zijn de posts die hij zelf geplaatst heeft. En hier zie je alle activiteiten die hij heeft uitgevoerd. Alle likes, comments, zoals je hier ook ziet. En wat hij gewoon deelt. Even kijken. Nou, je ziet hier ook dat zijn profiel ook netjes overgenomen is met de layout. En ook met de rich media. En dat dat blijft gewoon ja, zichtbaar. Dat ziet er gewoon helemaal goed uit. Dit is wat wij samen doen. Even kijken. Dan heb ik het onderdeeltje. Jobs. Dat is al een belangrijk onderdeel aan het worden. Dat zit hier op deze manier. Kijken hoe dat layout technisch eruit zou zien. Ik wil alleen maar ingelicht worden als de jobs zijn voor rentenieren. Dus vandaar dat die hier staat. Dit zijn dus de oude layout en dit is de nieuwe layout. Nou ja, het vindt nog niet veel verschil. Maar eigenlijk vind ik jobs helemaal niet interessant. Notifications, die vind ik wel interessant. Kijk, als ik hierop klik, dan krijg ik meteen een overzicht. En in de oude layout zag je dat overzicht alleen hier. En dat is toch wel een verschilletje. Want ik kon niet een overzicht oproepen van alle notificaties. En die staan nu dus in de nieuwe layout netjes op een rijtje. Dat zijn er nog niet zoveel, maar dat is daar terug te vinden. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel een verbetering. Nou is er iets heel erg belangrijks wat veranderd is en dat is de search. Nou kon je vroeger, voorheen, want in de oude layout is het heel makkelijk om te gaan zoeken op mensen. Stel ik wil een... ik gebruik altijd deze. Stel, ik wil de marketing manager hebben van Shell. Dan zoek ik naar People with Marketing Manager. Nou, er zijn er wereldwijd 4 miljoen 2007. En dan wil ik dat iemand die dat nu heeft als functie. En dan zijn het er ietsje minder als het goed is. Dan zijn het om 1 miljoen. Dus 3 miljoen mensen zijn het ooit geweest. Locatie. Dat doe ik even op deze manier. Kies ik Nederland. En dan het liefst bij het bedrijf. In dit geval Shell. Dus dan krijg ik een lijstje van alle marketing managers. Actuele marketing managers. Bij Shell. En het mooiste was, die kon je ook nog opslaan. Die zoekopdracht. In de nieuwe versie is dat toch een stukje lastiger. Dan kan ik hier gaan zoeken. En dan zoek ik marketing manager, people with the title,
duurt ietsje langer, maar nu kan ik eigenlijk op een best wel mooie manier gaan zoeken. Kijken of die een beetje hetzelfde, 90.000 in Nederland. En dan wil ik als bedrijf hebben Shell. En dat zijn er dan 192, dat is wel een verschil. Vind ik een behoorlijk verschil, maar dat is waarschijnlijk ook omdat hier nu ja, dat is raar. Nou ja, dat moet ik nog even uitzoeken waar dat verschil in zit. Maar in ieder geval meer zoekresultaten. Dan is de messaging functie, dus normaal de berichten die je kan sturen met mensen, naar mensen. Even kijken. Start een nieuw message, type een name. Nou, dan zeg ik, doe maar even naar de enige connectie die ik heb. Hallo. Hoe is het? Nou, en volgens mij komt hij dan op mijn mobiel binnen. En ja, daar komt hij binnen. En dan zeg ik... Ja, goed. Goed. Nou, op zo'n manier ziet de messaging eruit. Ja, dat is niet veel anders dan als in de huidige variant die we hebben. Dan, ja, dan zie je dat het verschil... Het ziet er iets anders uit qua layout. Hè? Hier zie je dezelfde conversatie. Maar ja, ik vind dit wel veel mooier hoor, de nieuwe layout. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben bij de oude versie hebben we hier de companies, de groups en slideshare als interests en learning. En die zijn in de nieuwe versie samengevoegd onder het tapje more. Waardoor als je erop klikt, wordt er een aparte site geopend. Dus hier kom je op slideshare, LinkedIn learning. Ze hebben Profiler hier ook in gedaan. Heb ik nog een leuk artikel over gevonden. Dan kun je ZZP'ers vinden voor een bepaald gebied. En de groepen staan hier weer. En de companies, ja, die staan gewoon via de normale overzicht en de normale timeline. Dus die kan ik niet hier apart oproepen. De companies die ik interessant vind. Dus dat, even kijken, wat zit bij Show More? Ja, create a company page. Nee, dat is eigenlijk... eerste indruk is dat ik niks direct mis. Het zit op wat andere plekken. De privacy en settings die zijn gelijk gebleven. Die waren eigenlijk al een nieuwe layout. Dus ook daar is niks aan veranderd. En voor de rest, ik vind het een hele mooie layout. Dus ik kan eigenlijk niet wachten tot die overal uitgerold is. Ik ga nu mijn trainingsmateriaal aanpassen.